Goedemorgen en welkom weer bij een nieuwe video en uiteraard gelukkig nieuwjaar. Dat het maar een jaar mag worden waarin we lekker veel video's kunnen gaan publiceren op dit kanaal. En we beginnen het jaar goed, namelijk met gezinsuitbreiding. Ja, niet wat je denkt, want het zit... het zit aan een touwtje. Dus Vino, wat was het ook alweer? Wijn? Nee. Ja, daar, zo zijn we wel op de naam gekomen inderdaad. Nee, maar het is een standaard langharige tackle. En het is dus nog een puppy van 3 maanden oud. En zoals iedereen maak je daar natuurlijk vooral in het begin gigantisch veel foto's van. En aangezien we er ook nog een beetje aan het trainen zijn om te leren loslopen en zo, is die natuurlijk vrij onvoorspelbaar. Maar merk ook dat met de EOS R, waar ik nu ook op film, nog steeds hartstikke blij mee, kan die het niet echt bijhouden met de autofocus. En vooral natuurlijk op het moment dat je hem in continu modus ziet. In iServo, dan schiet hij maar 3 frames per seconde. Ja, en dat werkt niet echt bij een puppy die alle kanten oprent. Reden genoeg natuurlijk om juist even weer een andere camera te proberen. En dat is wel te verstaan. Hé, kleine man. Wil je helpen? Ga maar terug naar mama. Ga daar eens heen. Lopen. Dat is de Sony A9. Zelf ben ik niet een hele grote Sony-fan. Ik vind de bouwkwaliteit een beetje raar, matig. De knoppen zitten op een rare plek en het schermpje is echt verschrikkelijk. Maar goed, dit is wel de sportcamera van Sony die 20 frames per seconde kan schieten. De Sony A9 werd in mei 2017 gelanceerd als het vlaggenschip van Sony die de concurrentie moest aangaan met het Nikon D5 en de Canon 1DX Mark II. Eind 2019 heeft Sony alweer de opvolger gepresenteerd, de Sony A9 Mark II. Maar voor deze test zal daar weinig tot geen verschil in zitten. Maar waar het echt grote verschil natuurlijk in zit, is sinds september 2019 hebben alle Sony-camera's, dus de A9-series en ook de A7-series, een firmware-update gehad, firmware 6.0. En daar zijn heel wat functies bij toegevoegd, maar de belangrijkste is Animal Eye AF. Je kende al, dus bij de EOS R, maar ook bij de Sony-camera's, had je al dat de mirrorless-camera's heel makkelijk de oog van een mens konden detecteren en daarop scherp stellen en dus veel betere foto's kan maken. En Sony heeft het dus voor elkaar gekregen om diezelfde technologie toe te passen op dieren. Nou ja, dat leek mij dus de ideale gelegenheid om die firmware even te gaan testen op een hele onvoorspelbare puppy. Om de Animal Eye AF te activeren moet je, nadat je de firmware hebt geïnstalleerd, het menu in en op zoek gaan naar de Face Eye Autofocus settings en bij de Subject Detection kiezen tussen mens of dier. Het is dus het een of het ander. Als zowel mens en dier samen op de foto gaan, zal die scherp stellen op basis van je input. Ondanks dat tijdens mijn test de camera wel een autofocusbox op het gezicht van Lieselotte liet zien, pakte die daarna het oog van Vino als scherpstelpunt. Dan heb ik de camera op continu autofocus gezet in allerhoogste snelheid, waardoor dus die 20 frames per seconde krijgt. En omdat het nog wintertijd is, is er echt totaal geen licht. Maar ja, omdat hij gaat rennen, heb ik wel een beetje een hoge sluitertijd nodig. Zodat ik op ISO 800 zit. Dan gaan we eens even kijken hoe goed het gaat. Een vrij simpele test waarop de hond rechtstreeks op de camera komt afrennen. Nee, het is niet met de allerhoogste snelheid. De camera zit er ook maar 1 keertje naast. Maar verder zijn ze bijna allemaal scherp gesteld op het hoofd, dan al niet op het oog. Ik sta er echt serieus aan te kijken hoe goed dat systeem is. Ook al ziet hij even niet het oog. Op het moment dat bijvoorbeeld de hond even opzij kijkt of juist van je weg rent, schakelt hij automatisch over gewoon naar een soort van onderwerpdetectie. Om te kijken van oké, wat zou het geen zijn waar ik hem moet scherpstellen. Dat doet hij heel snel en heel goed. En op het moment dat hij gelijk weer een gezicht ziet, doet hij daar ook gelijk weer op het oog scherpstellen. En of het nou van je af is, of naar je toe, of opzij, of heel de tijd wisselend. Hij pakt hem echt razendsnel. En natuurlijk met die 20 frames per seconde weet je bijna zeker dat er altijd een goede foto tussen zit. Deze functie werkt voorlopig alleen nog maar op honden en op katten. Later schijnt er nog een nieuwe firmware update te komen waarop er nog meer dieren toegevoegd zijn. Tijdens deze gehele test heb ik het focusgebied altijd op wijd laten staan, wat betekent dat de camera zelf kon kiezen uit de 693 focuspunten. Des te indrukwekkender dat hij dus elke keer het onderwerp weet te herkennen en 9 van de 10 keer dan ook nog eens een keer het oog kan pakken als scherpstelpunt.
Ik moet het Sony wel nageven, ze hebben dit echt briljant gedaan. Dat leven we toch in een fantastische tijd, dat dit gewoon mogelijk is met slechts een firmware update. Dus gewoon ook gelijk over een hele range met camera's. Ik heb er in ieder geval heel erg veel zin in om dit jaar veel meer video's te maken op dit YouTube kanaal. Wij gaan lekker naar huis. Het kleine beestje kan niet al te lang buiten blijven rennen. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Goed gedaan hoor, je eerste video. Hij wil nog een keer. Ja! Yeah! Goed gedaan jongen. Kom, naar huis.